Shanky Knecht. Nou, misschien zie je wat er nog komt. Het is Shanky Knecht. We zijn hier in Tiaf. Hier doen we in de vrood van de acrobatische capriolen, de spanning en de sensatie en de valpartijen. Is het turnen? Nee, shorttrack, Eli Straathof, Shanky Knecht. Maar Susanne Skulting is echt de allerbeste. Maar er zitten nog volle meer om te komen. En dus gaan we noopziek naar de toppers van de toekomst. Hey, Adrien, wist je zo dat ze in shorttrack voor meer dan 50 kilometer die toeren helden kunnen? Zo is die jongen. Maar wie is die jongen eigenlijk? Tel eens, waar ben je? Ik ben Otte, ik ben 11 jaar, ik kom uit Heerenveen en ik doe aan shorttrack. En wanneer ben je ook begonnen met shorttrack? Jouw Jelien. En hoe vaak train je dan in de weekend? 6 keer en dan ook nog wedstrijden erbij. En wat is het al hier als een keer woen? Ik heb de Hanse Cup in Rostock gewonnen. Ik was laatst 3e geworden op de Starclass in Nijmegen. En ik ben 3e geworden op de nationale finale. En wat vind je mooi om shorttrack? Nou, het spelletje en de bochten, het korte rondje en ook de relay als teamprestatie. En waar is dan die grote held? Shanky Knecht. Nou, misschien zie je wat er nog komt. Het is Shanky Knecht. Shanky Knecht is 34 jaar en komt van Bantegier. En hij is de meest bekende mannelijke shorttrekker van Nederland. En ook de meest succesvolle. Zo is hij de allereerste Nederlandse shorttrekker die het Europees kampioen wordt. Hij waard roodkampioen en hij helle Olympisch zilver en brons. Hij giet zo hard over de ijs. Ze nemen hem ook wel, de skicht van Bantegier. Hey Shanky, wanneer heb je stoken goed met shorttrack? Nou ja, ik heb eerst even gewoon een jaar op jeugdschaatsen zitten. En ja, toen ik jong hier had, weer, toen ben ik op mijn shorttrack begonnen. En wanneer kwam stoken erachter dat talent hier is? Nou, ik hier, het eerste jaar voel ik heel vol. Maar daarna wie ik in mijn leeftijdscategorie al eigenlijk de beste van Nederland. En toen kwam ik wel achter dat ik dat ik ook wel gevoel voor hier. En wat is je allermooiste moment die je ooit hebt meegemaakt? Nou, ik vond het wel echt super mooi toen ik wereldkampioen was in Ahoy op 400 meter. Krijgt aan de leiding, laat Seo achter zich. Nu wil nog, maar die kwam niet meer. Krijgt, houdt de deur dicht. Wereldkampioen op de 500 meter. Wat maakt shorttrack zo mooi? Nou ja, het speelt iets in mijn andere misschien heli en ik lange baan, ik wil eens. Maar dan denk ik, ja, als ik nou hier wedstrijd rijden moet, zie je in de klok. Ja, het is voor mij net wijlijn en ik vind het gewoon mooi. 5-6 man op de baan en dan elkaar uitschakelen, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Weer, dat is echt wel aardig liefde, toch? Ja, ik zal een wedstrijd gaan rollen. Ready? Go! Kom op, Berend! Oh! Heb je een fotofinish? Waar ben je de eerste? Ik denk dat hij wel net. Je bent wereldkampioen geweest, Europese successen, Olympische successen. Ja, eigenlijk, ja, dat is natuurlijk weergaloos. Onvoorstelbaar. Magnifiek. Maar nou wil Otte echt heel graag een keer kampioen worden. Hasto misschien een tip voor Otte? Een tip? Die shit ik in je wit. Ik ga zeker een tip. Ja, als je maar plezier hoort in het rijden en in het trainen en in het wedstrijd rijden. Want als je er geen plezier meer in hebt, dan denk ik net dat je de beste uit jezelf helpt kennen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja, want Otte, is er misschien iets waar je zelf heel graag nog wat beter in worden worst? Jazeker, inhalen. Inhalen? Ja, dat snap ik. Dat is natuurlijk iets wat het allerbelangrijkste wat er is. Maar, is dat het allerbelangrijkste? Ja, want als je net inhalen kan, dan kom je er net natuurlijk. Soesto, Otte, daar hebben we helpen kennen. Ik denk dat ik die daar zeker wel mee helpen kan. Nou, let's go jongens. Als het in de trein zit of achter iemand zit, probeer je een hele beetje een gatje te litten. En dan riest het op het rugstuk het gatje al een beetje terug. Dan heeft het meer snelheid dan degene voor die. En dan probeer je natuurlijk die actie te maken. Nou ja, dan maak een snelheid. En dan vanuit dit punt probeer je zo lang mogelijk, zo dicht mogelijk hier de helft in. En dan probeer je de bocht in te komen. Uiteindelijk is dat de grootste truc. Ja? Dus maak het een beetje snelheid. Ja, trek hem maar naar het laatste blokje daar. Ja, hartstikke mooi. Zullen we dit nog even een keer met je beiden van een beetje? Ja, mooi. Mooi. Ik zeg wel echt al vooruit gaan. Ik hoop dat ze zelf ook wat hebt en dat ze wat van opstutsen hebt. Maar dat je zeker goed doet. Hebben je te krijgen, mooi toppers van de toekomst? Nou, als ik gewoon mooi bloed trainen en de plezier in had, dan denk ik wel dat het goed komt. Nou, goed. Die is voor mij, hartstikke idee. Hey Berend, ik voel het eigenlijk best leuk om de laatste weekend die assistent te wijzen. En dit is jou weer de allerlaatste aflevering. Wat voelst je eigenlijk de allerleukste? Keertsen. Keertsen? Daar hebben we helemaal niet in. Nee, maar dan doen we die de volgende keer toch?